Een hele goede avond allemaal. Op deze zondag. Ik ben er weer voor jullie om lekker live te gaan. Het is alweer bijna een week geleden dat ik live was. En vandaag mocht ik weer live. Dat hadden we zo gepland. Dus, nou ja, dat gaan we dan ook gezellig doen. Ik had er wel weer zin in. Ik ga ondertussen even meteen mezelf opzoeken, dat ik jullie reacties kan meelezen. Alleen was mijn laptop net alweer enorm traag. Dus we gaan gewoon duimen op dat het allemaal goed komt. Eens even kijken. Nou, en ik zie dat er al wat mensen gezellig binnenstromen. Leuk dat jullie ook allemaal weer mee gaan kijken. Nou, top. Ik heb mezelf gevonden. Ik kan weer meelezen met jullie. Wat jullie zeggen of wat jullie vragen. He, want daar zijn deze lives voor. Om ook dingen te vragen wat je wil weten. En dan vooral met wat we dan bezig zijn. Ik zie dat ik nog wat mag inzoomen. Ga ik even kijken of dat zo genoeg is. En ik heb nu nog mijn rolgordijn open. Omdat er nog lekker licht is buiten. Maar volgens mij is dat niet storend. En anders dan gaan we hem straks gewoon dicht doen als het wel storend is. Dan zeggen jullie dat maar. Nou, ik heb al wat dingetjes klaargelegd. Maar ik wil eerst met wat anders beginnen. Want vorige week, volgens mij was dat maandag. Vorige week maandag was ik live. En toen heb ik de kreukeltechniek laten zien. Even kijken, voorbeeldje, deze. Nou, had ik gezien naar aanleiding van een live van Tim Holtz. Die heb ik toen met jullie gedeeld. En ik vond het zo gaaf dat jullie die massaal ook zijn gaan proberen en plaatsen in de groep. Ik had jullie natuurlijk een beetje uitgedaagd om dat te gaan proberen. En dat hebben jullie ook echt gedaan. En jullie zijn zelf gaan proberen met verschillende soorten papieren, inkten. Dat vond ik echt super gaaf. Dus heel erg bedankt daarvoor. Want dat geeft me echt wel energie dat jullie nou ja, het ook waarderen en ook dingen gaan proberen. Enorm gaaf, dus dank jullie wel. Dan ga ik vanavond met de Distress Ink aan de slag. Jullie kennen, of jullie weten, misschien weten heel veel van jullie wel dat ik heel vaak met de Distress Oxide werk. Deze keer met de Distress Ink, want ik wil ook daar meer dingen mee proberen. Want het is een hele andere inkt. Het is namelijk een dye inkt. En dat betekent dat het een. Het is eigenlijk een transparante inkt. En daarmee. Het is wat meer transparant als je het erop doet. Maar omdat het een dye inkt is, is er veel meer kleur in. En een oxide is een dye en pigment inkt. En ik ga jullie eerst het verschil daarvan laten zien. Want ik weet dat daar best veel vragen over zijn. Dus ik ben gewoon even wat dingetjes gaan testen. Ik had namelijk deze nog liggen. Hier had ik nog niks mee gedaan. Ik dacht, oh leuk, daar ga ik dingetjes in, kleine dingetjes in maken. Ja, maar dat kwam als heel veel dingen gewoon even aan de kant te liggen. Ik heb nu wat anders bedacht wat ik daarmee wil gaan doen. Namelijk, ik wil daar dingetjes in gaan testen. Hoe het werkt, wat het doet. En dat heb ik gedaan. Deze komen er niet uit, maar ik wil die erbij houden. Wat ik heb gedaan is met deze drie kleuren, die ik vanavond ga gebruiken. Dus de Spiced Marmalade, Wilted Violet en Vintage Photo. Ben ik aan de slag gegaan. Bij deze ben ik gaan blenden met een blending tool. En dan met zo'n foam eronder. Die past hier precies in. Dus ideaal, want dan kun je ze per kleur erbij houden. Dus daar ben ik mee gaan blenden. Dit is de dye ink. En dit is de oxide. Zoals je ziet, kun je daar gewoon echt verschil in zien. Persoonlijk vind ik dat ik met de Distress Ink meer vakken krijg. En bij de oxides, omdat het een pigment inkt is, kun je meer een laagje eroverheen doen. Hier heb ik eerst Wilted Violet gedaan van de Distress Ink. En ben ik later nog een stukje over het gele met de paarse heen gegaan.
dan gaat het mengen. Bij oxides kun je daar gewoon weer een laagje overheen doen. Hier had ik eerst paars helemaal. En dan ben ik met bruin overheen gegaan met de oxide. Dus dat komt laagje over laagje. Bij dit is dat niet. En als je dat gaat doen bij de stress ink, gaat het zich mengen en wordt het meer een bruinige kleur, wat je hier ook gaat zien. Dus dat is... Even kijken. Ik moet denk ik iets meer naar boven. Ja, of naar voren. Dus dat vond ik wel een enorm verschil. Wat ik jullie toch even wil laten zien. Ik ga niet te veel over de oxides nu uitwerken, omdat we het over de stress ink hebben. Dan, wat ik vanavond ook ga doen, die techniek, is dippen in inkt. Dit is weer de distress inkt. En dit zijn de oxides. Je kunt prima laagje over laagje gaan doen. Maar je ziet gewoon heel veel kleurverschil. Je ziet dat hier gewoon, dat het gewoon zachtere tinten zijn. En dit is veel helder, omdat daar veel meer inkt in zit. Ik ga hem eventjes iets naar voren zetten, want ik merk dat ik wat sneller naar deze kant toe ga. Zo, ik denk dat het nu wat beter gaat. Dus dat is even wat ik jullie wilde laten zien. Qua verschil tussen oxide en inkt. En nou, dat wil ik dus in dit boekje gaan doen. Hier heb ik op de achterkant geschreven hoe ik het heb gedaan, wat werkte voor mij. Misschien vind jij het juist wel fijn, dat kan ook, hè. En welke kleur ik heb gebruikt. Nou ja, en zo kan ik dat altijd hier bijhouden. En kan ik hier een volgende keer weer andere dingen doen. En kleurencombinaties bekijken. Dus, dat wil ik eerst laten zien. Vanavond ga ik een art journal pagina maken. En deze keer uit de art journal van Janine van de Eerste Lijn. De maat was 15 bij 15, dacht ik. Dus, deze hadden mijn moeder en ik nog liggen. Eigenlijk nog niet gebruikt. Heel erg, gewoon heel erg. Maar ik vond dit dus nu wel een mooi formaat om dit mee te beginnen. Omdat ik echt bezig ben met die oxides en inkten en dingen proberen. Dus ik wil eigenlijk daar een aparte art journal voor hebben. Nou, gezellig dat er nog steeds mensen binnenstromen. Hallo allemaal. Wat ik ga doen. Ik ga dippen in distress ink. Nou, ik heb deze kleurtjes al. Nog een dingetje wat ik wil vertellen. Er zijn grote inkpads en kleine. Ze zijn dus van alle kleuren. Er zijn er 60. 61 als je dan een witte meetelt. Wat het verschil is tussen deze twee, is dat de Distress Inkt, de mini, zit in 1/5 deel van de inkt in van de Distress Inkt. Ga je dus grotere achtergronden maken, wat ik nu eigenlijk ga doen, is het handiger om de grotere te gebruiken, maar die heb ik niet. Dus het kan met de kleinere, maar ga je dat heel veel doen, dan is een grote handiger. Dat wou ik toch even zeggen. Het is aan jezelf wat je doet natuurlijk. Maar weet wel dat daar verschil in zit in hoeveel inkt erin zit. Ja, binnenkort komen heel binnenkort weer nieuwe kleuren bij. Dat klopt. Daar komen nieuwe kleurtjes bij. Die worden aankomende woensdag bekendgemaakt, dacht ik. Dus, ik ga beginnen. Ik heb weer mijn glasmat hieronder liggen. En ik breng inkt aan op mijn sheet. En dat doe ik gewoon op een paar plekken. Zodat ik al meteen wat meer kleuren erop heb zitten. Oops. Zo. Dan pak ik mijn spray erbij. Ik heb de materiaallijst al... met andere woorden, ik moet ook de grotere inkpads aanschaffen. Het is wel handig, maar het hoeft niet per se meteen. Het kan hier ook prima mee, dat ga ik gewoon laten zien. Dat komt ook goed.
De materiaallijst staat al in de webwinkel. Een aantal dingen zijn niet meer op voorraad, zoals deze sprayen van Tim Holtz, die ik heel fijn vind. Want je kunt op twee verschillende manieren sprayen. Door een soort mistachtige spray te doen. Of echt best grote druppels. En de vintage foto is er momenteel niet, maar die komen als het goed is begin juni weer binnen. We hebben wel de refills. Ja, de refills wel. Daar wil ik ook nog een keer wat mee doen. Dus daar ga ik ook nog wat mee bedenken. Dus, ik had inkt op mijn sheet gedaan. Die ga ik nat sprayen. En die maak ik best wel nat. Dit is een techniek die je kunt doen. Het is niet per se de techniek. Het is ook dat je op allerlei andere manieren het kan doen. Maar ik doe vanavond deze. Hele grote druppels haal ik altijd even weg met mijn keukenpapier. Want dat vind ik gewoon niet zo heel mooi als dat erop zit. Nou, ik kan kiezen of ik dan een gladde kant wil gebruiken of een structuur. Ik ga voor glad. En dan ga ik hem eigenlijk gewoon hier inleggen. En ik ga mijn mat even iets naar links doen. Hup. Dan is het denk ik net wat beter te zien wat ik daar doe. Want ik ga dat stukje meer gebruiken. Ik leg hem erin en ik wrijf er overheen. En haal ik hem eraf. En dan zie je dit. Nou, dat vind ik op zich niet heel erg mooi. Dus ik ga hem nog wat verder nat sprayen. En je ziet dat de Distress Ink alle kanten op wil gaan. Dus nou ja, weet je, dat kun je dan lekker laten lopen. Hoe jij dat wil. En wat je zo niet mooi vindt aan vlekjes en zo kun je weer weghalen. Dat kan altijd. Nou, ik pak dan mijn heat tool erbij. Want als je de Distress Ink gebruikt. En ik zou nu weer, en dat kan ik wel even laten zien. Even een stukje papier pakken. Nou, gewoon even een stukje papier. Even nat sprayen. En als ik hier doorheen ga en ik wrijf mijn papier erin. Ik haal hem eraf. En het is nog nat. Ik ga er weer in. Dan gaan de kleuren door elkaar. Als je dat de hele tijd gaat doen terwijl het nat is. En bij Distress Ink wordt het dan bruinig. Dan wordt het niet meer die mooie heldere kleur als wat het is. Dus na elke keer als ik heb gedipt, dan verhit ik hem. Nou, super gezellig dat er nog steeds mensen binnenstromen. Ik was al wel vast een beetje begonnen. Nou, en je ziet langs die randen wel die hele grote nou ja, stroken met dat nat is. Dat dep ik gewoon even weg. Dit is natuurlijk niet mijn ideale achtergrond, vind ik. Ik wil nog wel wat meer. Maar hij moet nog even iets droger worden. Nu pak ik gewoon weer dezelfde kleurtjes. En ik had het net eventjes weggeveegd hier, omdat ik al een paar keer erin had gedipt. En laten zien wat er gebeurt als je dipt en niet tussendoor droogt. Dus ik breng gewoon weer even wat inkt aan. Nu doe ik gewoon op drie plekken gewoon elk kleurtje. Ik hoop dat ik jullie vragen allemaal meekrijg. Ik merk dat ik toch wel snel weer naar mijn werk kijk. Maar ik ga proberen mee te zien. Dus vraag gewoon als iets niet duidelijk is. Of dat je toch iets wil weten. Als het droog is, kun je het dan ook in de oxide deppen? Ja, dat kan zeker, Nancy Jaspers. Dat kan. Je kunt oxide inkten en distress inkten heel goed combineren.
Doe ik nu deze keer niet, maar dat kan wel. En wat ik bij meerdere lives wel eens zeg, ik zou gewoon echt proberen, ga maar gewoon proberen wat werkt, wat niet werkt, wat jij fijn vindt, wat jij niet fijn vindt. Ook papier is iets wat gewoon heel wat verschil geeft qua kleur. Maar ook hoe het uitpakt en wat jij fijn vindt om mee te werken. Ik heb nu weer gedipt. Dus nu ga ik hem eerst weer drogen. En je ziet dat ik hem gewoon erin dip. En niet ga vegen of ga wrijven met mijn handen overheen. Ja, nou, deze kleuren zou ik dus eerst niet zo snel pakken. Want ik zag iemand van mooie kleuren. Maar ik vermoed dat ik dit ergens een keer zoiets heb gezien. En toen dacht ik, oh, misschien kan ik dat wel eens een keer doen. Onder het mom van laten we gek doen. En nou ja, hè. Ik ga toch even mijn rolgordijn dicht doen. Want ik zie dat hij toch minder... Dat hij een beetje moeite heeft met focussen of zo. Ik weet het niet. Maar ik heb het, ik denk dat dit wat beter gaat. Nou, zoals je ziet kun je nu, omdat ik het op deze mat doe. En op dit strand, op dit, hoe heet dit nou, sticky iets. Het plakt in ieder geval je op en je onder zitten dan van die vakjes. Die je ook weer kunt gebruiken als je gaat inkleuren. Dat je per ding een kleur doet of met deze distress ink per vakje een kleur. Maar omdat hier soort puntjes in zitten, krijg je die ook op je achtergrond. Ja, vind ik dus heel leuk. Waarom spray je nu niet met water? Omdat ik het nu wel gaaf vind om juist die heldere effecten te zien. Dit hierdoor heb ik het eigenlijk, doordat ik de eerste keer ging sprayen met water, maakte het wat lichter. En nu wil ik wat van die heldere punten erop hebben. Dat vind ik vaak wel gaaf. Tenminste, dat vind ik dus gaaf aan die distress ink. En nu kun je ook zelf bepalen welke kleur jij als meest voorkomende kleur wil terug laten komen. Nou is dat niet altijd gegarandeerd dat dat per se lukt. Want inkt is wel iets, het is natuurlijk wel, het zoekt een beetje zijn eigen weg. Je kunt er redelijk in sturen, maar niet helemaal. Ja, en dit kun je dus net zo lang doen tot jij je achtergrond mooi vindt. En nu gebruik ik dus eigenlijk maar 3 kleuren. Maar onthoud wel goed dat je het gewoon echt goed droogt tussendoor. Anders dan gaat het zich mengen en wordt het niet wat is er een mooiere kleur van. Bij de oxides kun je dat dus wel doen. Dan, omdat dat een pigmentinkt is, kan dat laagje over laagje hebben. Ook zou ik dat wel tussendoor drogen. Maar dat is gewoon meer wat je fijn vindt. Ja, ik wil toch nog wel wat meer kleur, wat paars daar. Ik ga er nog even weer wat inkt bij opdoen. Ja, als je, dat klopt ook Ellie. Als je nog weer een tweede laag opdoet en je gaat dat weer nat sprayen, reageert die eerste laag ook weer. Omdat de distress ink ook reageert op water. Dus dat betekent dat beide lagen weer gaan lopen over je papier. Wil je dat dus niet, dan zou je dus even een beschermlaagje moeten aanbrengen. Bijvoorbeeld de micro glaze. Even kijken of ik daar zo bij kan. Oh, dat gaat zo heel wat. Ja. De Distress Micro Glaze heb ik dingen mee laten zien. Kun je nog terugkijken. Maar deze kan ook als beschermlaagje dienen. Dus heb jij iets gemaakt en mag de kleur daar totaal niet meer van veranderen. Dan kun je het hiermee eigenlijk sealen. Dus ja, dat. Even kijken. Heb je per se de sheet op je glasplaat nodig? Of kan je ook direct op je glasplaat? Het kan zeker op je glasplaat. Ik vind dit sowieso fijn om te gebruiken ten eerste. Maar ten tweede vind ik het voor de live ook fijn. Want jullie kunnen zien welke kleuren ik heb.
en wat er gebeurt. Even kijken. Wat is een sheet? Is dat plastic? Ik heb hier eigenlijk, ik ga zo het even laten zien. Dit is de glasplaat. Dit zwarte met dit witte vel ernaast. Dit is gewoon helemaal van glas. En dit is ook heel fijn om te gebruiken bij het blenden. Als je gaat blenden met de inkten. Werk ik heel graag mee. Maar ik denk dat jullie het wel zien. Je ziet heel erg goed die lampen hierin. En je ziet mezelf. Dus ja, weet je, dat vind ik gewoon niet fijn voor de live. Dus dan leg ik mijn craftsheet er even overheen. Ja, dan heb je die puntjes er niet in, wie ik net liet zien. Als je, want ik zie dat je nu de glasplaat geeft wel een ander effect. Als je daarin dipt, heb je dus die hele kleine puntjes wie ik net liet zien. Die ik heb gekregen door dit, dit folietje hierop. Daardoor krijg je die stipjes. Even kijken. Ja, je kan ook een matte medium gebruiken voor het sealen. Ja, zeker waar. Even kijken. En ik denk dat ik eigenlijk zo al ga stoppen met het dippen. Want dan kan ik zo meteen nog wel wat verder inkt aanbrengen. Ja, je kunt ook gewoon een stukje plastic gebruiken om op te dippen. Dat klopt. Ik had eerst deze glasplaat niet en ik merk nu wel echt dat ik dit gewoon heel fijn vind om mee te werken. Nou, en dit ga ik nu gewoon weghalen, gewoon nat sprayen en met mijn keukenpapier eroverheen. Hoe heb jij je föhn mat geplakt? Wat bedoel je, Astrid Bakker? Nou, en nu heb je al best wel een gave achtergrond. En je ziet dus dat die distress ink echt helder is. Echt heel helder van kleur. Nu heb ik nog een aantal plekken wat gewoon heel licht is van kleur. Dus die ga ik nu wel met een blending tool blenden. Of nou ja, kleur opvullen. Gewoon met dezelfde distress ink. Maar dan vanaf de pet en gewoon met een blending tool. En dat is ook maar net weer wat je fijn wil, hè. Je kan het ook wit laten natuurlijk. Nou, met het blenden maak ik altijd ronddraaiende bewegingen. En begin ik altijd naast mijn papier. Ga je meteen op je papier beginnen. Ga je die aanzet waarmee je begint, ga je zien. Gaan we laten zien. Oké, ik ga eerst naast het papier beginnen. En dan ga je heel langzaam inkt aanbrengen op je papier. En wil je verder, ga je gewoon grotere bewegingen maken. En dan zie je geen aanzet. Je ziet gewoon dat die gewoon egaal is. Oké. Ga ik hetzelfde met dezelfde kleur inkt, dezelfde blending tool. Maar beginnen op mijn papier. Nu zie je hier meteen die aanzet, want daar is het donkerder. En dat is heel lastig om dat weer helemaal goed te gaan verdelen. Dan moet je echt wel heel erg goed je best doen om dat weer goed te krijgen. Dus begin altijd naast je papier, wil je dat doen. Even kijken. Oh, hoe ik mijn mat kliedermat heb geplakt. Dat is een bruin craftsheet. En daar heb ik langs de randen tape geplakt. En dan op een stukje MDF hout geplakt. Omdat het dan wat stevigheid is. Maar dan wel tape alleen langs de randen. Niet in het midden.
Nou, en ik weet dat er heel veel mensen met distressoxide werken. Maar ook distressinkt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik deed het ook niet hoor. Maar distressinkt kun je ook hele gave dingen mee doen. Want het is gewoon weer een ander soort type inkt. En ja, deed ik ook te weinig mee, moet ik eerlijk toegeven. Maar goed, ik wil dat dus ook wel laten zien. Dat je daar dus ook hele gave dingen mee kan doen. Ik geef een slok drinken ondertussen. En ik vind het fijn, want jullie helpen elkaar ook. Dat is echt heel fijn. Nou, ik wil wat meer kleur, denk ik. Dan doe ik mijn foam er gewoon weer af. En die doe ik eronder. En dan pak ik mijn andere kleurtje. Deze tip zag ik trouwens van bij... Oh, help. Ik ben heel slecht in namen. Els van den Burg. Volgens mij is ze zo van achternaam. Van Elisabeth Kraftdesign. Dat ze er ook daaronder bewaren. En zo kun je altijd, heb je altijd de goede kleuren bij de hand. Even kijken. Wat is het verschil met het opbrengen met een sponsje? Ja, het is eigenlijk het verschil dat je hebt wat. Het is sowieso anders vasthouden dan dat je zo'n blending brush hebt. Ik moet zeggen, blending brush vind ik ook heel fijn. Maar ik pak nu eigenlijk dit omdat het. Ja, dat weet ik echt niet. Ik wissel dat soms ook wel een beetje af. Vaak als ik echt. Dit heb ik nu heel veel. Stukken al gedipt. Dus nu pak ik eigenlijk wel snel deze. Ik kan eigenlijk niet verklaren waarom ik nu deze pak. Dat is een... nou ja, weet je, dat is gewoon een dingetje nu. Heel bijzonder soms, hoe ik denk. Maar geen probleem. Het kan ook gewoon met de blending... met de blending brushes. Het is ook wat jij zelf fijn vindt. Nou, en ik ga nu wel in het midden beginnen, omdat ik natuurlijk hier wat paarse inkt wil. En dan begin ik gewoon heel rustig. Dan duw ik niet meteen heel hard, maar laat ik hem eerst heel licht over het papier heen gaan. En als ik dan zie dat hij al wat inkt heeft afgegeven, ga ik er wat harder op drukken. Dus het kan wel, maar je moet daar wel even voorzichtig mee zijn. Dat is mijn tip eigenlijk. Nou, ik vind hem eigenlijk zo wel goed. Ja, de sponsjes kun je ook gewoon wassen inderdaad. Zeker. Maar ik vind het fijn bij deze om ze er gewoon lekker onder te doen. Maar ja, dat is ook wel weer iets wat persoonlijk is natuurlijk. Wat ik dan vervolgens ga doen. En nu ga ik eerst wat laten zien. Ik heb hem natuurlijk vanmiddag al lopen stoeien ermee. En toen kwam ik op iets uit wat ik persoonlijk gewoon... niet zo mooi vond. En dat was dit. Ik had het eerst gedipt. Net zoals in de inkt wat ik heb gedaan. Ben ik met mask stencils gaan werken. En met stempels. En ik vond het veel te druk. Voor mij persoonlijk. Nou ja. Dat dacht ik. Dat wil ik vanavond niet. Maar ik wil jullie wel laten zien. Want ik ben er dus vanmiddag mee bezig gegaan. En dit stond mij gewoon persoonlijk niet aan. Dus ik ga het ook niet per se laten zien. Maar dit is hoe ik normaal mijn oxidekaarten maak. Door met mask stencils te werken met de kleuren die ik heb gebruikt. Door te gaan stempelen met zwart en de kleuren die ik heb gebruikt. Ja, nee, dat vond ik dus iets te veel worden. Dus nee, dat gaan we niet doen. Wat ik ga doen is het volgende. Ik had een mask stencil van de Just Lou lijn. Heel gaaf. En ik ga deze gebruiken. Dit is de... Mask GL03. Ik ga die over mijn papier heen leggen. En ik pak eventjes een nat babydoekje.
Een vochtig doekje. En daarmee ga ik over het maskstencil heen wrijven. En wat er dan gaat gebeuren, is dat de inkt die daaronder zit, neemt die op. Nu is het nog vochtig. En soms misschien ook nog wel een beetje nat. Dus ik dep daar overheen, dat die nog echt die kleur afneemt. Je ziet wel, er zat nog wat kleur op die plekken, wat dus vochtig was. En dat neemt die af. En nu haal je ook meteen weer wat meer rust terug, doordat je wat kleur wegneemt. Nou, dat gaan we hier ook nog doen. En dan ga je er heel lang overheen. Haal je meer kleur weg, maar je moet ook niet te lang eroverheen gaan. Want dan, nou ja, wrijf je papier kapot. Hè. Ja, je kan de achtergrond ook rustig op gaan bouwen. Het is maar net in de kleurtinten wat je gebruikt. Maar ik vond dat gewoon echt niet bij mij passen. Dus ik ben gaan zoeken naar iets wat wel bij mij past. Nou ja, dit waren gewoon hele heftige combinaties. Nou, en hier nog een klein beetje. En kijk, zo heb je dus al een hele leuke structuur op je achtergrond. Dat die inkt opneemt. En omdat het op water reageert, kun je dit ook doen. En dit werkt dus ook met oxides, want die reageren ook op water. Nou ja, en er zijn nog allerlei leuke dingen wat je nog meer met de stencil kan doen. Maar nou ja, goed, dat doen we nu niet. Dat ga ik nu niet doen. Wat ik toen heb gedaan, wat ik nog wel ga doen, is nog een paar stempels toevoegen. Vind ik het toch nog wel leuk. En ik denk dat ik nu gezien deze achtergrond toch heel licht iets met kleur erbij wil gaan doen. En daarbij heb ik het mask stencil van Tim Holtz. Met deze streepjes. En ik denk dat ik het met de Spiced Marmalade ga doen. En dan ga ik gewoon heel licht overheen. Ik ga gewoon kijken wat ermee gebeurt. Nou, ik zie nog niks. Dus er mag wel iets meer. Kijk, en nu zie je hem heel licht. Maar dat vind ik niet erg. Je ziet hier heel licht die streepjes. Maar dat vind ik nu juist wel gaaf. Nou, kijk, nu heb je heel licht die streepjes, maar je hebt toch iets een opvulling aan je achtergrond. Nou, een stencil, omdat dit dus op water, gewoon een watergebaseerde inkt is, kun je dit gewoon heel makkelijk met water, even met een babydoekje schoonmaken. Dat gaat heel snel. Even kijken. Dan had ik nog wat stempels van Studio Light. En dit is van de Grunge. En ik zag dat iemand heel enthousiast was van de Grunge. Ik moet wel zeggen, dit is nog van een oudere Grunge lijn. Ik durf niet te zeggen welke lichting dit was. Maar ik vind dit gewoon geweldige achtergrondstempels. Heel leuk om dat toe te voegen op je creatie. En ik ga de blokjes gebruiken. En ik ga uit mijn hand stempelen deze keer. Dat betekent dat het niet per se heel strakke stempels worden. Dat ze helemaal recht stempelen. Maar dat je dat zelf aan kunt geven hoeveel die stempelt. Even kijken. Met welke kleur gaan we dat doen? Ik ga dat met de vintage foto doen. Ik druk hem er eigenlijk gewoon zo in.
Dan heeft hij een beetje inkt. En dan begin ik daar. En ik stempel hem gewoon vaker, zodat hij ook ondertussen gewoon schoon wordt. En dan pas als er geen inkt meer aan zit, ga ik eigenlijk weer nieuwe erop doen. En nu zie je dat hij hier, heb ik mijn eerste gezet, daar is hij best donker. Hier zag je hem nog wel een beetje. Maar hier wordt hij al lichter. Maar dat vind ik dus juist leuk om te doen bij een achtergrond. Nee, de nieuwe is nog niet binnen. Hij komt bijna. Ik weet dat jullie daar heel erg op zitten te wachten. Ik denk heel veel. Maar ja, dit is helaas iets wat, wat niemand in de handen heeft. En dat we toch even geduld moeten hebben totdat het er is. En daarna kun je er enorm veel plezier van hebben. Dus dan wordt je geduld ook beloond. Nou, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Stempel doe ik straks. Even denken. Ja, ik zag laatst. Kijk, ik leer ook van live. Hè. Het is niet dat ik alles uitvind en dat ik de credits of zo daarvoor krijg. Ik zag ook, en volgens mij heb ik dit gezien bij een live van van Studio Light in ieder geval. Ik weet even niet meer bij wie ik dat heb gezien. Maar je kunt ook in plaats van dat je doedelrandjes gaat maken aan het eind met een pen langs de randen. Kun je dit ook heel leuk met een stempel doen. Dus je maakt dan eigenlijk een doedelrandje met je stempel. Ik durf niet meer te zeggen wie dat was. Maar ik vond dat heel gaaf. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen. En ik ga dat doen. Ik ben even aan het twijfelen over de Agfa inkt of de Distress ink. En ik ga het doen met gewoon de Distress ink. En deze, omdat dit op zich een stempel is die ik enigszins recht wil, doe ik hem heel eventjes op mijn acrylblok. Nou, en ik haal hem er gewoon heel eventjes op. En ik haal hem eraf. En hij is licht, maar dat maakt op zich voor mij niet uit. Het is gewoon leuk dat er al iets langs de randen staat. Vind ik. En dit kun je ook met de stempelhulp doen, hè? Als je dat liever wil, dan mag. Ik vind het nu gewoon prima om met een acrylblok te doen. Even kijken, het verschil tussen de archivalinkt en een... dit is de stressink, dat is al op waterbasis. En deze is een waterproof. De stress archivalinkt is een waterproof inkt. Stempelt ook helderder. Ik zal zo meteen een keer het verschil... Oh, dat kan ik je wel laten zien. Dit is de Agfa inkt. En je kunt zien dat dat gewoon veel helderder is dan, dan de Distress ink. Ja, en ik zag iets van een opmerking over de pre-order van Studio Light. En dat er dan meer bij besteld is, maar de... Dat is inderdaad ook wel vermeld in de webwinkel, dat dat verzonden wordt als het compleet is. En anders dan kun je inderdaad een aparte bestelling doen. Dat je toch de pre-order apart bestelt van wat je los had besteld. Dan krijg je dat natuurlijk eerder als dat allemaal op voorraad is. Ik denk dat ik deze randjes toch ga doen. Ik zat te twijfelen. Ja, maar ik snap ook wel dat je gewoon graag met die lijn bezig wil. Het is ook een super gave lijn, wat ik al zo zag. Maar goed, dat komt allemaal goed. Dat weet ik zeker. Nou, en nu maak je eigenlijk al een soort lijstje om je pagina heen. Zo. Nu had ik in mijn aankondiging al staan dat ik aan de slag ging met een embossing folder van Koza.
En dat ik dat ging combineren met Distress Ink. Wat ik een keer heb geprobeerd, is dit. En dit zagen jullie al bij het begin. En dat leek me heel leuk om te gaan verwerken op een art journal pagina. Dus ik ga jullie laten zien hoe je zoiets maakt. Ik pak namelijk een stuk papier. Eventjes mijn blok pakken. Ik moest gisteren eventjes een nieuw blok kopen van mijn papier. Want ik was er al doorheen. En ik gebruik hiervoor het watercolorpapier van Florence. Het 200 gram smooth. Maar ik hoorde gisteren al van Sunine bij de live dat er ook een 300 grams komt van volgens mij de Intense White. Wel in bulkverpakkingen, maar daar word ik blij van, 300 grams. 300 grams is gewoon soms net wat dikker en fijner voor bepaalde technieken die je wilt doen. Zo. Wat ik dan ga doen, is eerst kleuren kiezen en daarmee ga ik een achtergrondje maken. En ik denk dat ik dan nu toch eventjes met deze blijf. En je kunt hier prima mee een achtergrond maken hoor, met de Distress Ink. Maar je kunt minder mooi de kleuren over elkaar heen laten doen. Maar ik vind het juist ook weer een heel gaaf effect. Dus ik breng wat kleur aan. Oh, de 300 grams komt dinsdag, hoor ik. Lees ik. Horen wat moeilijk, maar... Nou, en je kunt ook zelf bepalen hoe donker je de kleur wil, hè. Je kunt er zo vaak overheen gaan als je wilt over dezelfde kleur. Het is maar net hoe donker het moet worden. Ja, ik had even geluk dat ik weer papier kon meenemen, ja. Het was ook echt nodig. Het was echt gewoon weer bijna op. Het was echt... Nee. Maar weet je hoe dat komt? Ik zal even snel laten zien, hè. Ik ben nu heel erg aan het testen met van alles. En dan ga ik dingen testen. En dat... dat vind ik dan leuk. Maar dan weet ik nog niet per se wat ik daarmee ga doen. Dan wil ik bepaalde technieken proberen. Bepaalde embossingfolders. Het mandje zit er aardig vol. En daar gaat mijn papier heen. Dus daar moet ik allemaal nog een keer wat mee verwerken en doen. Daar leer ik wel weer van door echt dingen te gaan proberen. En nu heb ik een embossingfolder van Kosa. Deze met van die schroeven zijn het volgens mij meer. Totally Nuts heet deze. En nu ga ik even kijken een beetje naar de breedte. Hoeveel breed het ongeveer moet worden. Dan weet ik hoe ver ik mijn inkt ga aanbrengen. Ja, je bent ook heel aardig aan het kleuren, ja, Janine. Dan vliegt het er ook nog wel doorheen. En ik vind die bulk ook fijn hoor. Want dan, daar doe je op zich best lang mee. Op zich, hè, ligt eraan hoeveel je doet. En dan heb je het idee dat je gewoon weer even door kunt. Dus, dat. Dat was de Spiced Marmalade. Wil ik er ook nog een beetje Walted Violet bij. En ik gebruik gewoon weer dezelfde kleur als op de achtergrond. Die ik hier al heb gebruikt. Gewoon om te laten zien dat je ook met gewoon dezelfde kleuren nog weer wat anders erbij kan doen. Maar dat het toch wel weer anders wordt. Wat durf je nog niet zo goed, Ans? Ik heb het niet helemaal meegekregen. Sorry daarvoor. Hmm.
krijg het niet allemaal mee. Maar ik zie dat Janine ook wel op sommige dingen reageert. Dus daar ben ik heel blij mee. Dank je wel. Soms is het heel... Ik vind het super leuk met al die reacties. Maar soms dan gaat het zo snel. Dan kun je het niet eens meer allemaal meekrijgen. En dan laat ik dat ook maar enigszins los. Als ik een berichtje heb gemist, dan bekijk ik dat straks gewoon na de live wel even. Dan beantwoord ik hem alsnog. Als ik het nog niet beantwoord had. Of soms beantwoord ik het gewoon sowieso nog een keer. Nou, dit is de achtergrond. Ik wil nog een beetje paars erbij. En zoals ik al zei, deze inkt reageert op water. Dus dat gaan we nu ook doen. Ik pak namelijk weer mijn spraybottle. Ik kijk eerst even of ik breed genoeg ben. Ja. Ik pak mijn spraybottle en ik spray er overheen. Nou, je ziet de papiertrek krom en er komen druppeltjes op. Het reageert op water, maar het oxideert niet. Dat doet de oxide inkt. Dus het reageert op water. Het doet wel wat met water. Maar het gaat niet oxideren zoals de oxide het wel doet. Oh, wat leuk. Ik zag iemand... zat in Home Isolation Concept van Ogene. Super gaaf, fichties. Dat heb ik ook voorbij zien komen. Super leuk dat dat soort dingen ook gedaan worden. Dat zou vast leuk zijn geweest. Nou, ik veeg er overheen met mijn keukenpapier. En nou zie je, nou krijg je hele gave witte stipjes eigenlijk. Omdat je eigenlijk die kleur wegtrekt. Nou, wat ik dan ook nog wil doen, is heel licht stempelen met een tekststempel. En deze komt uit de lijn van Janine. Blijf gewoon een stempel die ik heel vuil gebruik. Die vind ik gewoon leuk om te gebruiken omdat het zo fijn is. Zo'n fijne structuur. Wat ik dan nog nodig ben is even een wit papiertje. Gewoon een printerpapiertje. Want ik wil hier maar licht op stempelen. En ik ga dat met de paarse doen. Met de Wilted Violet. En nu zit er gewoon de meeste laag op. Als ik het nu hier opstempel, zie je dat hij best veel kleur afgeeft. En zoveel kleur wil ik niet. Ik wil hem gewoon maar een beetje. Dat je een beetje structuur hebt op. En vind je het nog niet genoeg? Nou ja, dan doe je gewoon een tweede laag. En dan moet je hem misschien wat minder hard afdrukken op printerpapiertje. Ja, ik vind hem zo eigenlijk wel goed. Het hoeft ook altijd niet zo vol, hè. Kijk, het is nu heel licht. Maar het geeft net toch even weer een extra effect op je achtergrond. Mijn keukenpapier is zo leuk. Oh, ik heb er eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Ja, dat kan wel. En wat bloemen en vlinders. Ja. Ik gebruik het als afdrukpapiertje. Maar goed, je kunt het ook met mijn potje en zo doen. Ja, dat kan. Doe je het nou niet verkeerd om Ali van Doorn spreken? Wat bedoel je? Doe je het niet verkeerd om? Nou, nu ga ik embossen. Ik heb mijn stansmachine van Fase. Ga ik die erbij pakken? Ja, dat kan wel. Ik heb de A5 machine hier. En daarmee kun je ook embossing folders doen. Wat je bij deze machine nodig hebt, is de basisplaat. Dan de E-plaat. Dan moet je je papier natuurlijk wel een stuk afknippen, want anders past het niet. Dan leg ik hem hier in. En dan ga ik hem hier gewoon langs even een stuk afknippen. Anders is die, past die er niet in, want de kant die dicht is aan je embossing folder, die moet er als eerste doorheen. Als ik hem zo doorheen doe, gaat hij zich iets opbollen en dan ga je dat niet redden. Dus met de dichte kant eerst.
Wat ik ook doe als ik ga embossen, is de achterkant van mijn papier, ja, of de voorkant. Maar omdat dit dus op water reageert, wil ik dat niet nog een keer. Spreek de achterkant van mijn papier een beetje nat. Dit zorgt dat de vezeltjes wat meer open gaan als ik het ga embossen. Nou, dan heb ik dus die basisplaat, de E-plaat. Of de dikke plaat, baseplate. Van, ik heb geen idee hoe die heet eigenlijk. Leg ik die erop en dan gaat de B-plaat over. Dan zit er aan die plaat zit een schuine rand. En ik weet niet of ik dit goed kan laten zien. Maar er zit eigenlijk een schuine rand die zoiets afloopt. Die zit er aan, zodat je machine heel makkelijk dit op kan pakken door er overheen te gaan rollen. Hij hoeft dan niet in één keer een heuvel op. Nee, niet in één keer een stoeprand op, laat maar zeggen. Maar hij gaat langzaam een drempel op. Nou, dan ga ik hem er doorheen draaien. Wat ik altijd doe, is gewoon weer heen en terug. Dat is bij een 3D-embossing folder anders, want dan moet je hem er drie keer doorheen halen. Want dan krijg je het mooiste effect. Dus dat is wel goed om te onthouden. 3D is drie keer doorheen. En wat je dan krijgt, is een heel gaaf structuurtje. Kunnen jullie dat goed zien op beeld? Ik hoop het wel. Nou, en nu heb je dus zelf een achtergrond gemaakt. En dat heb je geëmbost. Nou, en ik vond het een heel gaaf effect. Tenminste, ik vond dat. En, want ik heb natuurlijk al vaker lives gedaan met embossing folders. Maar niet op deze manier. Dus dat wilde ik jullie ook laten zien. Dat je dus dit ook weer op deze manier kan gebruiken. Er zijn nog veel meer manieren. Maar dit is ook een van die manieren. Wat ik dan ga doen. Is ik wil er eigenlijk maar een strookje van gebruiken. Nu zitten er altijd wat randjes omheen. Omdat je daar... dat is gewoon het randje wat overblijft. Voordat je gaat embossen. Dus dat snij ik er altijd eigenlijk even af. Gewoon met mijn mini snijmachine van Fase. En nu kun je dit op zich als ink gewoon als basiskaart gebruiken. Dat je hier dingetjes gaat opplakken. Ik had namelijk de poppetjes van Tim Holtz klaar liggen. Nou ja, bijvoorbeeld deze. Die zou je erop kunnen doen. En dan nog een tekst erbij. En misschien zou je dan de achtergrond hierop al wat voller maken met stempels en dan pas embossen. Nou ja, en dan heb je al echt een hele leuke kaart klaar. Nog even matten. Dus dat kan ook. Wat ik ga doen, is een stukje daarvan gebruiken. Een stukje die ik hierop ga verwerken. Leek mij wel erg leuk. Dus ik ga een stukje daarvan afsnijden, want ik wil hem niet zo breed. Ik wil hem eigenlijk maar een stukje, want ik had al twee plaatjes uitgezocht van de peperdos van Tim Holtz. En die zitten in.